2011 maakten wij ons ontzettend veel zorgen over hoe het verder moest gaan. Het roepbeleid vandaag staat er in zon. We ontmoeten elkaar bij Wijzer in Bussum, want jij was gevraagd om met ons mee te gaan de toegankelijkheid in Bussum te bekijken. We zijn 6 jaar verder. In Bussum is er nog niet zoveel veranderd sindsdien, maar in onze situatie wel. Dat ik een baan had en dat ik die ook weer binnen een week kwijt was. Financieel gezien moet ik zeggen dat we toch wel heel erg veel hebben moeten inleveren. Is het één dingetje? Je betaalt wat extra voor je medicijnen, dan betaal je wat extra voor je hulp. Dan moet je man opeens compleet mantels gaan zorgen. Dan komt daar ook nog eens enorme eigen risico's, eigen bijdragers en dat stapelt zich allemaal op. En nu, 2017, kunnen we net rondkomen van een salaris waarvan je denkt van dat zou toch beter moeten kunnen. Kind is inmiddels het huis uit, studeert. Die hebben we maar naar Schotland gestuurd, want daar mag het gratis. En ik heb hem ook echt geadviseerd, blijf daar in Schotland. Kom niet terug naar Nederland, want je moet voor je moeder zorgen. Dat gaan we niet doen, want dan wordt het wel een heel erg hoog opgeleide mantelzorger. Jerry is de helft van de tijd overspannen, want die werkt fulltime en moet dan ook nog eens gaan mantelzorgen. En al die bezuinigingen leidden er eigenlijk toe dat ik ontzettend ziek werd. Waarom? Omdat artsen blijkbaar ook niks meer kunnen. En ziekenhuizen, ja, daar mag je eigenlijk niet meer in. Want dat was de reden dat ze op de eerste hulp zeiden. Toen ik daar voor de 5e keer kwam, 5 ambulanceritjes, hè? Wat zou dat kosten? Ja, ik denk meer dan een ziekenhuisopname. Die zeiden, thuis kun je ook ziek zijn. Nou, dat vond ik heel knap gezegd in een ziekenhuis. Na 5 ambulanceritjes, Bussum, Utrecht, mocht ik toch uiteindelijk opgenomen worden. Ik woog niks meer. Ik lag daar, ik moest zonder voeding. Dat kreeg ik ook. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga revalideren. Nee, dat mag niet meer. Je mag niet revalideren. Dus je moest gelijk naar huis. Al waar je dus thuiszorg krijgt. Je krijgt mantelzorg weer. Nou ja, en nog zo. En toen begon die stapeling zo hard te gaan. Dat ik de touwtjes konden we nog net aan elkaar knopen. Maar er moest ook een nieuwe rolstoel aangevraagd worden. En u zegt Den Haag, weet je wat, die WMO, ach, die gemeentes, die zijn zo dicht bij de burgers. Die weten wel wat je nodig hebt. Nou ja, onze gemeente is net gefuseerd. Dat is een compleet zootje. Dus niemand weet waar die mee bezig is. Ook de WMO niet. De levering en de aanvraag van de rolstoel heeft en mag een half jaar duren. Ik was daar eigenlijk heel verbaasd over, want stel je voor dat ik nog mijn vrijwilligerswerk deed. Daar kun je dan mee ophouden. Ik heb een hulphond. Daar is de verzekeraar niet heel goedkoop mee uit. Maar uiteindelijk op de lange termijn wel. Maar die kon ik niet uitlaten. Dus we hebben besloten om dan maar een scootmobiel te huren voor de tijd dat ik geen rolstoel had. Die scootmobiel, de huurprijs was 1/3 van de aanschafprijs. Het is niet geschikt voor mij, want ik vind dat met scootmobiel moet je een beetje kunnen lopen en dat kon ik niet. Maar ik had hem puur alleen om die honden uit te laten. In april kon ik hem eindelijk inleveren. We hebben de firma Beenhakker en de gemeente en het gewest onder grote druk gemaand om op te schieten. En uiteindelijk heeft het toch nog 5 maanden geduurd voordat ik in een rolstoel zat. En dan hebben we het over een participatiemaatschappij. Dan heb ik een rolstoel. Maar ik was wel een beetje blut, want die scootmobiel kan hem ook niet meer aftrekken van de belasting. Of waar dan ook, ik moet me door hele WMO
regels worstelen om te kijken of ik nog enigszins ergens een compensatie kan halen. Je kunt eigenlijk niks. Eigenlijk ben je gewoon 5 maanden lang een gevangene in je eigen huis. En als ik dan op de tv zag in wat voor participatiemaatschappij wij moesten gaan functioneren. Ik heb mijn buren niet gezien. Dus je kunt wel willen dat iedereen aan het werk gaat en participeert en nog elkaar helpt. Maar feitelijk maak je daarmee een onmogelijke statement. Je geeft een verkeerde boodschap. Al die jaren dat ik, nou dat is nu toch al bijna 30 jaar dat ik in een rolstoel zit. Al die jaren heb ik gevochten om een normaal leven te leiden. Ik heb een kind. Ik ben getrouwd. En al die jaren werd ik continu tegengewerkt. Ik zal u vertellen. Het kind moest geaborteerd worden. Dat heb ik maar niet gedaan. Die man die kwam ik later tegen. Ging trouwen en verhuizen. En oh jee. Moet je aanpassingen? Ja, ik moet aanpassingen. Had ik net niet genoeg geld voor. Hoe moet een mens die toch al een aandoening heeft die niet veel aan die veel pijn heeft, die veel. Hoe moet je dan participeren zonder medewerking? Want daar gaat het eigenlijk om: medewerking. De voorwaarden voor participatie moet men eerst scheppen voordat je kunt participeren. Maar dat gaat op alle fronten mis. De meeste mensen met een beperking en een chronische ziekte zijn vanaf 2011 bang geweest om hun huis te moeten verkopen, om hun leven anders te moeten inrichten. En helaas, Jan, het is nog erger geworden dan wij in 2011 al dachten. Mijn man en ik hebben gewoon besloten om Nederland te gaan verlaten. Elke keer als ik Mark Rutte op tv hoor roepen hoe mooi Nederland is, dan denk ik, ja, voor Mark Rutte zal het wel een heel mooi Nederland zijn. Maar voor ons is het dat niet meer. Wij hebben besloten om naar Zweden te gaan. En waarom? Nou, omdat we daar liever belasting betalen. Omdat in Zweden de zwakste in de samenleving, zoals in een beschaving zou moeten, de zwakste in de samenleving worden het beter geholpen. Niks half jaar wachten op een rolstoel. Ze lachen je uit daar. Niks, geen openbaar vervoer. Ze lachen je echt uit daar. Mijn kind is weggestuurd door mij. En nu sturen wij onszelf weg. Want in het Nederland van de toekomst is geen plek meer voor mensen met een beperking.